Ja, jullie nemen eigenlijk de wedstrijd al in een soort houtgreep vlak voor het Bos van Wallers in de strook. Ja, dat klopt. Dat was de bedoeling van tevoren. Om daar al de eerste keer een beetje door te rijden. En zo misschien al een kleine schifting door te voeren. Maar ik zat er jammer genoeg niet helemaal in positie, dus ik miste de slag. Maar we hadden gelukkig Wout en Christophe wel in de eerste groep daar. Wordt het daarna voor jou een moeilijke wedstrijd? Ja, een moeilijke wedstrijd voor mij. We hadden altijd Wout in deze groep, dus we hebben nog zoveel mogelijk druk proberen te zetten richting om Wout een beetje in de zetel te zetten van voor. En we hebben dat zo goed mogelijk gedaan. Ja. Dan kom jij met Laporte in de achtervolging. Daarmee zet je wel de nodige druk ook nog op de kopgroep, hè? Ja, dat was de bedoeling ook, ja. Dus van daaruit kun je voor jezelf concluderen, ik heb een goede wedstrijd gereden? Ik denk dat ik een goede wedstrijd gereden heb, maar als ik in positie zit op de stroken in Haveloei, dan ben ik zeker mee met Wout en Christophe. En dan is het weer een ander verhaal natuurlijk, daar had ik mezelf wel bij gerekend voor de start. Als we jouw voorjaar gaan bekijken, dat verdient wel een hele dikke voldoende, hè? Ja, maar ja, dus, ik kijk nu naar mijn individuele voorjaar. Ik had heel graag met de ploeg de ronde nog voorbij of alle twee gewonnen. Dat was ons grote doel. En dat is jammer genoeg niet gelukt, maar we hebben desalniettemin een heel mooi voorjaar gereden, denk ik. En dit biedt voor jou ook heel veel houvast richting de toekomst? Ja, zeker. Ik denk dat ik opnieuw een stap voorwaarts gezet heb. En, ik ga nou even rusten en dan terug opbouwen richting de Tour, denk ik. Alsjeblieft.